Van Sofferduis Oldenzaal. En nou ja, jullie gaan fietsen, maar ik heb voor het mooie weer gezorgd. Ik dacht, laat ik daar eens een beetje. Sofferduis, we hebben ook een bekende wielrenner eigenlijk in ons midden. En dat is de heer Nieuwkamp. Meneer Nieuwkamp is daar met zijn vrouw en kinderen. Maar meneer Nieuwkamp die heeft in 1968 meegedaan met de Olympische Spelen in Mexico. En dan hebben we natuurlijk zelf onze eigen setter voor ploegfiets die aan het neerfietsen is. Dus ik wou graag Rudy, Paul, Wiesje en Kim eens even naar voren neerleggen. Oh ja, ja. Ja, jongens. Nou, Rudy die is van de WMO voor ons zeer. We zijn even verweven aan elkaar. Marie Half is van de WBO. Paul die is vanuit Zonde, denkt hij met ons mee in de processen. Kim die is wijkverpleegkundige en dat vind ik ook wel heel bijzonder. Kim die is pas bevallen van een jonge dochter. Die is het hele stuk nu alweer. Dus nou, dat is toch ook wel zeer bijzonder. En hoe word ik? En dan hebben we onze eigen directeur bestuurder, Wiesje Heringa. Ook een sportief fietser, komt pas terug uit Spanje. Kun je nog zien aan een mooie bruine kleur. Durf de been aan die naast te staan. Ja, ze gaan wel echt naast me staan. Hier. Alle fietsers bedanken dat jullie dit doen voor onze cliënten. Dat is ook helemaal top. Ik begrijp dat jullie nu nog teruggaan naar Almelo, het laatste stukje naar de Meulenbelt. Dus ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan jullie uitzwaaien en succes met het laatste stuk.
Kamp.